groeide op, ik werd een koter, zette mijn eerste wankelenschreen. En mijn horizon werd groter, oh, ik wilde overal heen. Ach, wat kon ik fantaseren, wou alles wel proberen, maar een puber moet veel leren. Wat was ik allemaal van plan, als eigenwijze jonge man? Denk je dat je alles kan? Wat zou ik mee bezeren? Wat kan er nu nog gebeuren? En wat zou hij nu nog doen? Zijn er nog gesloten deuren? Nieuwe geuren, nieuwe kleuren. Is er nog een volgend? Oh, is dit het dan zo ongeveer? Is er niet meer? Ik wierp me in het volle leven. Ik reikte steeds maar weer omhoog. Liefde nemen, liefde geven. Ik rende viel, stond op en vloog. Hoge bergen, diepe dalen. Keer op keer verdwalen. Veel leergeld moest ik betalen. Maar ik beklom de hoogste top. Wordt dat dan nu mijn laatste stop? Zijn mijn verwachtingen nu op? Valt er nog iets te behalen? Ja, er gaat nog veel gebeuren. Ah, ik geef hem van katoen. Ik trap de waarste open deuren. Dat je nooit het mooiste hebt gehad. Je kan beginnen keer op keer. Er is altijd meer. Door dat raam naar binnen. Moest u dat vragen, mevrouw Braadslee? Uw eigen chefke van Hoekel heeft eigenhandig de monumentale voordeur dichtgetimmerd en gebarricadeerd. Dat was de laatste verwoede poging om de deurwaarders tegen te houden en dit huis voor ons te behouden. Ik heb er zo gelaten. Ik vind het wel zo praktisch. Want zo'n voordeur, vind ik meteen weer zo'n voordeur. Dat is waar. Stom dat ik dit huis ooit weer door haar heb laten terugkopen. Loopt u maar door naar binnen, hoor. U weet vast de weg nog wel. En laat u de boodschappen maar in de gang staan. Is wel zo handig. Kunnen eventuele inbrekers fijn overstruikelen. Met hun neus in de boter. Nieuw behang. Ziet u Jan Vos nog wel eens? Zegt u? Jantje Vos, of u die nog wel eens ziet. Die? Graag dan maar. De heer Vos komt hier regelmatig op de vleugel stemmen, mevrouw Braadslede. En omdat hij mij tevens pianolessen geeft, mag hij in ruil ervoor hier zo nu en dan komen componeren. Daar zijn eigen huis ertoe geen mogelijkheden biedt, dit in verband met de grote hoeveelheid kinderen die hij inmiddels bij zijn vrouw Clotilde heeft weten te verwekken. En als het laat wordt, wil hij ook nog wel eens blijven slapen. De smeerlap. Zegt u? Ach, vergeet ook de suiker. Zou u die even voor me willen halen? U weet waar die staat. Zet ik mij ondertussen aan het klavier. Zal ik u eens laten horen waartoe de lessen van de heer Vos met mij geleid hebben?
keuken. Waarin chef Henk Paul, Jan Vos, Boy Bensdorp, de melkboer, de bakker, de groenteman, verzekeringsagent van de meren, weet ik al niet meer, en ik zoveel beleefd hebben. Oh, hier dronk Jantje Vos altijd zijn chocolademelk met extra suiker voor de energie. Oh ja, de suiker. En dan gingen we naar boven, of even vlug op de canapé als chef ieder ogenblik kon thuiskomen. Dat vond Jantje altijd lekker spannend. En bij wijze van naspel zongen we dan samen een duetje. Een lied van verlangen naar jou, voor jou. Ach, ik blijf hier in Dalde. Ik ga niet meer terug naar die miserige zogenaamde luxe flat in Scheveningen. En ik wil Jan Vos terug. Wat? Carrière, lukt dat? Reken maar van Jess. Kunt u het vinden? Oh ja, de suiker. Hé, hey, moet je nou eens kijken. Ze bewaart al haar rijkdommen gewoon in een keukenkastje. Ah, het alarm. Alleen hier klopt iets niet. Eerst het keukenkastje en dan de gang. Of iemand. Ja, ik ben op zoek naar Jolanda. U weet zeker dat u geen inbreker bent. En wat hebt u te zoeken in mijn keukenkastjes? Dat is ook wat. De suiker. Op dat deurtje staat al duidelijk aangegeven dat er heel wat anders in dat kastje zit. Maar dat zat er dus ook niet in. Hoe dan ook, toen ik hier nog met chef woonde, bewaarde ik daar de suiker. Dus, wees u toch niet zo kwaaddenkend? Zegt u? Bah. Oh, die meneer. Ik ga weg. Dat gaat zomaar niet. Had u mij niet dringend iets te vertellen? Daar is Boy Bensdorp getuige van. En u kunt me toch ook niet alleen achterlaten met een inbreker? Maar ik ben helemaal geen inbreker. Hoor eens, ik heb die boodschap net speciaal laten staan om inbrekers over te laten struikelen. En verder gaat alles goed? Nou, zit te denken over een nieuwe bril, want deze doet het niet echt goed meer. Kopje thee, net vastgezet. Als het niet echt hoeft. Het hoeft niet. Oh. Moet. Ik sta erop, daar ben ik een hele rare in. Nou, daarin niet alleen. Pardon, reeds. Suiker? Als het niet echt hoeft. Komt dat even goed uit, want de suiker staat toch in de keuken? Hoe, Rick Rollinga. En ik heb een eendje gezien in het Willy Dom.